Deze nieuwsuitzending die gaat over de paus. Dit is naar aanleiding van de vorige nieuwsuitzending. En ik heb van Jurk Gliesman deze tweede link gekregen. Ik ga Jurk komende week aan de telefoon, aan de Skype krijgen. Dan mag hij aan het woord. Dat mag ook in het Engels en Duits. Belangrijk dat wij begrijpen dat er iets is dat heet het geloof. En ben je zo iemand zoals ik? Ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik wil altijd weten hoe taal in elkaar zit. Mensen kunnen mij ook niet beledigen. Ik vind het alleen maar grappig wat ze zeggen. Ik wil weten van taal. Dus ik heb Nietzsche gelezen, ook Schopenhauer, Heidegger, Heijmans, Lutzenbrouwer. Geen mens kent Heijmans, Gerardus Heijmans en Lutzenbrouwer. Geen hond weet het. Er is zoiets als geloof. Arthur Schopenhauer heeft dat erg mooi verteld in zijn tweede editie van De Wereld als Wil en Voorstelling. Dat er een volksmetafysica nodig is. Iedereen heeft behoefte aan kennis over kennis. Meta betekent ernaast eigenlijk. Het is Grieks. Metafysikoi, zo moet je het zeggen. Of metatofysica. Iedereen wil. Ja, iedereen heeft die wens als mens. Je ziet wel al die dingen van. Ja, je moet elke dag je tanden poetsen. Maar waarvoor eigenlijk? Waarom is dat? Het is meestal niet nodig hoor, om je tanden te poetsen. Dat is echt onzin. Ja, maar ik wil lekker ruiken. Dus dan maak ik mijn tanden schoon. Want anders kan ik... dan ruik ik niet lekker. En. Mensen hebben behoefte aan een ruimere beschouwing over hun bestaan. In plaats van je de hele tijd lopen zorgen maken waar je tandenborstel is. Ja, want ik wil wel tandpasta met fluor erin. Ja. Iedereen heeft behoefte aan metafysica. En mijn oordeel is dat de Bijbel... het is geen makkelijk boek. Dat is niet zo. Maar het is eenvoudiger dan... Die welt als Wil und Vorstellung van Schopenhauer. Om dan maar te zwijgen over de verzamelde werken van Friedrich Nietzsche. Dat wil niet zeggen dat die mensen geen gelijk hebben. Nee, het zegt alleen maar dat het rete ingewikkeld is. In mijn oordeel. Dat mag wat zeggen, want ik ben niet van de domme. Ik heb voor 2 dagen terug nog geschaakt met iemand en die is satanist. Dat is zo leuk, want hij weet dat ik christen ben en daar moet hij altijd weer over beginnen. Ja, het is maar wat met de wereld. Ik ga even voorlezen. Taizé over pausbezoek aan de Wereldraad. Daarmee wordt bedoeld de Wereldraad van Kerken. En ze zouden zelf graag de Wereldraad willen zijn. Ja, dat weet ik ook wel best. Dan heb je 7 miljard onderdanen en jij kan de hele dag met je billen op een strandstoel liggen. En je afvragen waarom je brunette zo dicht bij die ober staat in haar bikini. En dat je denkt van ja,
ik zit hier nou lekker in mijn lichtstoel. Maar die brunette van mij, die staat wel erg te schuifelen met die, die man met dat mooie torso en die gouden ketting om zijn nek en die witte tanden. En jij zit er dan een beetje met je kale kop. In die zin is het ook helemaal niet belangrijk dat je iedereen voor jou laat werken. Er komt toch helemaal niks van. Nou, dan gaat hij verder. Broeder Alois, of Alois, bestempelt het pausbezoek als een mijlpaal op het pad naar christelijke eenheid. Waar moet ik beginnen? Even kijken hoor. Het is niet zo'n lange tekst. Dus ik ga het gewoon uitlezen en dan ga ik eroverheen. Ja? Als de eerste beste Mongool heen ging over die Berlijnse vrouwen. Want de paus vond dat goed. Ja, maar Perry, ga je me nou vertellen dat de paus werkeloos heeft toegezien toen al die Berlijnse vrouwen, en jij zegt ongeveer 1 miljoen, dat die verkracht zijn? En de paus deed er niks aan? Ja, dat zeg ik. Wil jij het tegenovergestelde beweren? De paus heeft Adolf Hitler gefinancierd. En die was bezig met Jozef Stalin. En die heeft gewoon... Ja, sorry dat ik gewoon zei. Het is niet zo leuk, hè, om dat te moeten ontdekken. Toen was ik in de 50, man. Ik wist helemaal niet. Nou, dat was het gebruik onder die verkrachtingsoperatie van die Duitse vrouwen. Daar werd afgesproken van als je ze doodgeneukt had, dan doe je een stok in de vagina. Om te weten dat die ander die na jou komt en denkt, nou, dat omaatje vind ik ook wel lekker om te doen. Maar dat hij dan kan zien dat er een stok in de vagina zit. Van je mag het wel doen, maar dat lichaam is een lijk. Een kadaver. Nou, de paus over. Oké, doorzetten, jongens. We hebben nou 200.000 Berlijnse vrouwen doodgeneukt. Nou, als je er 200.000 kan doodneuken, dan kan je er nog wel een paar doodneuken, dacht ik. Hè? En die smeerlappen, zoals deze broeder Alois. Of Alois. Die weten dit allemaal. Ja, je kan me pissed off krijgen. Je kan me boos maken. Je kan me zo over de kling jakkeren dat ik toch echt... Want ik kan aan Kalashnikov komen. Dat kost me 3 dagen. €700. Dan heb ik er waarschijnlijk 2 of 3. En daar kan ik dan over mijmeren. Dan wil ik die oude mozaïsche tijden weer terug. Dat God namens Mozes liet zeggen van oké, die groep is te erg voor woorden, dat komt nooit meer goed. Dus afslachten, behalve de kleine meisjes. En dan niet die meisjes die op hun 6e al door een of andere Mohammed-achtige... Nu zijn ook de lul. Maar die kleine meisjes die nog maagd zijn, die mag je laten leven. En de rest, kill. Vind ik eigenlijk ook. Ik denk als je de paus afmaakt en die broeder Alois die hier staat te liegen. Of namens zichzelf laten liegen. Een of andere journalist heeft dat opgeschreven. Denk je eens in een wereld zonder dit soort leugenaars die ons geld verschuldigd zijn en niet zo'n klein beetje ook. Het gaat richting de biljoenen. Dus we praten over €5.000 per wereldburger. Zelfs per baby.
Jij bent een vrouw en een eicel van jou is bevrucht geraakt. Oké, die eicel die krijgt ook 5000 euro. Hoppakee. En dan even kijken wie er gaat winnen. De A12 die staat morgenochtend leeg. Dat iedereen denkt van ja, ik hoef niet naar mijn werk. Ik heb er 5000 gehad. Ja, maar Perry, dat kan niet. Want die katholieken, die hebben dan weliswaar heel veel schade veroorzaakt, maar ze hebben geen bezittingen meer. Dus van een kale kip pluk je geen veren. Oh nee? Nou, dan moet je creatief zijn, hè? Ontvoeren, denk ik. Ontvoeren. Ja, maar hoe moet dat dan, een ontvoering? Ja, dan kijk je naar Netflix. Kijk naar die serie. Over Pablo, Emilio, Escobar, Gaviria. Dan zie je precies hoe het moet. En zo moeilijk is dat niet, hoor. Een paar rookbommen, wat vuurwerk, een beetje chaos stichten. En een pakje broeder Alois, gewoon onder de oksels. Die gaat een bestelbusje in. Een zak over zijn kop. En naar een kelder toe. Maakt me niet uit welke kelder. En die kelder mag ook in een toren zijn. En dan doen we net alsof het in een kelder is. En iedereen gaat in de grond kijken, maar daar zit hij helemaal niet. Dan zit hij in een toren. Of ergens achterin een boerenschuur in de Achterhoek. En elke dag een interview met hem. Een goede spot er bovenop. Dat hij goed duidelijk in beeld is. En dan zeggen we, broeder Alois, weet u nog dat uw organisatie 500.000 mensen heeft laten afslachten in Kroatië? Als u dat niet weet, pak een, hoe heet zo'n ding op zijn Engels? Een tang heet dat. Hoe heet dat nou op zijn Engels ook alweer? Een combinatietang. Of een Engelse sleutel. Nee, dat heb je niet. Nee, een waterpomptang. Nou, pak ze kleine teen. Heeft hij toch niet nodig? Oh, een beetje pijn doen. Je hoeft die teen niet te breken. Maar dat mag wel, hoor. We maken het uit. Ja, maar dat vind ik wel vervelend, want die organisatie waar je het over hebt, die heeft dus 500.000 mensen echt afgeslacht in Kroatië. En nu breek jij een klein tintje. Dat leek mij oog om oog, tand om tand. Nee, helemaal niet. Die gebroken teen van broeder Alois, die weegt niet op tegen die 500.000, waarvan de helft, 250.000, vrouwen zijn vermoord. Dit is geen geintje, snap je? Die pausorganisatie is geen geintje. Ja, maar de laatste tijd houden ze zich wel rustig, dus ik heb het idee dat het aan het verbeteren is. Nou, ik heb dat idee helemaal niet. Ik wil niet eng overkomen, maar volgens mij verdienen deze mensen. Ze verdienen. En wij zijn van die sukkels. We laten dit allemaal gebeuren. Ja, want van de Bijbel krijg je alleen maar ruzie. Dat is helemaal niet waar. Dat zeggen die katholieken. En die atheïsten, die communisten en fascisten. En wat heb je nog meer? Top-down democratie. De democratie van bovenaf. Maar ja, het volk mag stemmen, maar dan wel dat wij gaan bepalen hoe de stembiljetten eruit zien. En dat je kan stemmen voor Piet, of voor Jan, of voor Gerard, of voor Klaas. En die hebben wij allemaal in de pocket. Dus als het volk stemt op één van die vier, dan gaat het zonder meer goed. Daarnaast hebben wij nog wat kleinere partijen. Maar ja, die komen toch niet aan de bak. Ja, die mensen krijgen. Ja, ze hebben ruzie met mij, maar dat weten ze niet. Maar ik mag ze niet, hoor. Voor geen meter.
vind het het schuim der aarde. Christus heeft heel makkelijk gesproken en hij heeft gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Een mooie les Nederlands. Het is de weg. De waarheid. Het is de waarheid. De weg. En het leven. Wat denken die homo's wel niet? In de slechte zin van het woord. Hè? Ik vind het zonder meer een slecht idee als jij je penis gaat stoppen in de anus van een andere man. Dan vind ik echt... Daar kan ik nog een hele uitzending aan wijden. Wat een ontzettend stom idee dat is. Je kan nog beter je pik in een puntenslijper stoppen. Ja, maar ik vind het wel lekker hoor, met een man zo. Ja, ik niet. Ik vind mannen stinken. Ik vind ze eigenwijs. Helemaal niks, man. Ja, leuk om mee samen te werken. Dus samenwerken met vrouwen, dat wil ik dus niet. Ik ben er ook echt klaar mee. Ik kwam erachter, hoor. Elk project waarbij er vrouwen op toonaangevende posities zaten. Een gezeik, jongen. Terwijl met mannen samenwerken, er is niks aan de hand. Jij doet dit en ik doe dat. Ja. En dan achteraf gaan we geld beuren en dan naar de kroeg. En dan suipen we een derde op en dan de volgende dag gaan we weer werken. Maakt niet uit wat je doet. Schapen hoeden. Varkens slachten. Wijn verhandelen. Ja, zeg het maar. Mannen zijn tof om mee samen te werken. Vrouwen niet. Ja, dat kan ook niet. Ze hebben de hele tijd last. Of hebben ze last van de ongesteldheid. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Want het is natuurlijk wel een hele beweging in je lichaam. Dat, ja, er gaat allemaal bloed en vlees en die eicel of die eicellen. Allemaal mislukt. Dus een ongesteldheid is een moment van depressie voor een vrouw. Dus ik denk van ja... Ik had een eicel, maar ik ben geen mama geworden. En nu ben ik ongesteld. En het stinkt als de hel. Ja, precies. Dus geen vrouwen op de werkvloer. Per nu ook. Het afgelopen ermee. Wat mij betreft. Hè. En geen seks met mannen. Nou, dan ben je eruit. Dus al die mannen gaan samenwerken. En die hebben alleen maar seks met vrouwen. Klaar. En al die mannen die zijn blij dat ze op hun werk komen, want dan zijn ze van die vrouw af. Hé, hé. Even samenwerken. En die paus die loopt dat te verneuken. Dat idee, hè. Van papa gaat de deur uit en mama zorgt voor het huis. Ja, de paus die denkt, ja, dat kan niet hoor. Die vrouwen die moeten met een ongestelde lichaam wel naar buiten. En dat kost het maar een beetje tijd. Maar dan heb ik daar ibuprofen. Dat is een pijnstiller. En dan doe je zo'n pijnstiller in je mond. En dan voel je helemaal die pijn in je onderrug, aan je achterrug helemaal niet hoor. Nee, en dan kan je lekker werken. Ja, behalve wat zijn de lange termijn gevolgen van ibuprofen. Ja, maar het helpt heel goed tegen ongesteldheidsklachten. Hé, hey, meisje, als je het echt wil leren... hou rekening met je hormoonvariatie, alsjeblieft. En word je ongesteld, dan hoef je niet te werken. Punt. En doe je het toch... dan is dat slecht voor je lichaam. Of slecht voor je collega's. Dat je dan als een kankerpit in de rondte loopt. Van, en ik wil het wel een keertje goed gaat. En wanneer gaat het nou eens een keertje goed? En ik ben de hele dag aan het werk. En ik wil ook wel een keertje dat het leuk is als ik naar huis ga. Dat ik een leuke dag gehad heb. Ja, man. Het is allemaal zo makkelijk, hè? Maar ja, met die paus. Ja, man. Ik ga weer even voorlezen. Dan kunnen we nog meer gaan mopperen. Toch, of niet? Maakt er geen donder uit.
Het is 17:55 nu en ik ben 20 minuten bezig of zo. Ik heb nog even. Ik lees voor. Christenen verliezen hun geloofwaardigheid als ze spreken over een God van liefde, maar onderling verdeeld blijven. Vandaag is het, in de naam van de waarheid van het evangelie, essentieel dat zij met elkaar worden verzoend. Mogen de ontmoeting van vandaag in Genève alle christenen uitnodigen om samen een beschaving op te bouwen die op vertrouwen is gebaseerd. Dat schrijft broeder Alois, prior van de ecumenische gemeenschap van Taizé, in een artikel La Tribune de Genève, naar aanleiding van het pausbezoek aan de Wereldraad van Kerken. De prior bestempelt het bezoek als een mijlpaal voor de ecumenische pelgrimage die paus Franciscus sinds het begin van zijn pontificaat is gestart. Broeder Alois herinnert eraan dat zowel de oprichters van de Wereldraad van Kerken als van de gemeenschap in Bourgondië bewogen werden door hetzelfde ideaal en verlangen naar christelijke eenheid. Dan staat er iets in italic, een schuin, ja, dat weet ik ook niet waarom. Zij werden gedreven door het visioen van gemeenschap en broederschap tussen christenen met het oog op vrede op aarde te midden van het conflict dat de wereld had verscheurd. Paus Franciscus komt dit verlangen naar christelijke eenheid met zijn bezoek van vandaag nieuw leven inblazen. Daarbij durft hij ook kritische vragen te stellen, zoals: hoe kunnen de verschillen een wederzijdse verrijking betekenen en hoe kan het respect voor een gezonde diversiteit de dynamiek van het streven naar eenheid toch niet aantasten? Broeder Alois benadrukt nog dat deze ontmoeting van vandaag christenen in een wereld waar populisme en nationalisme steeds sterker de overhand hebben, de kans geeft om aan de wereld duidelijk te maken dat wij over alle grenzen heen nodig hebben. Dat wij elkaar over alle grenzen heen nodig hebben. Daar mist een komma. Onze gemeenschap, dat staat weer in de schuin, weet ik niet waarom. Onze gemeenschap, ik weet niet wie dat is. Onze gemeenschap wil christenen ook buiten de gebedsweek voor de eenheid van de christenen blijven uitnodigen om nog andere gelegenheden te vinden om samen te bidden en samen te leven. Ja. Hier raak ik heel geïrriteerd van. Dus ik moet even uitademen. Oef. Iets als dat. Hè. Maar dit kan toch niet? Dit kan je toch niet opschrijven? Nou. Hier staat als openingszin: christenen verliezen hun geloofwaardigheid als ze spreken over een God van liefde. Maar onderling verdeeld blijven. Dus moet ik nu denken dat die katholieke priester die heeft zijn penis gestoken in de anus van een misdienaar en hij zei: ik ben de God van liefde. Het staat niet in de Bijbel dat je geen seks mag hebben met kleine kinderen. Dat kan je gaan nazoeken. En de Bijbel, dat is de King James van 1611. Daar staat niet in dat je geen seks mag hebben met kleine kinderen. Er staat wel in geen seks buiten het huwelijk. Daar werd mee bedoeld dat op het moment dat jij als man jouw penis stopt in een vrouw, dan niet haar handtas, maar in haar vagina, dan is dat een huwelijk.
Dus geen seks voor het huwelijk. Want als je dat gaat doen, ben je al getrouwd. Ja, dus jij gaat lopen wippen met een of andere lekker ding, een brunette of een blondine. En het is 60 jaar goed gegaan. En dan ga je naar de gemeente toe en dan zeg je, wij willen getrouwd zijn. En dan ben je mooi te laat. Want je was al getrouwd, die eerste keer al. En gaat zo'n priester trouwen met een misdienaar? Nou, dat mag niet. En de paus doet er heel makkelijk over. Ja, in de Bijbel staat dat twee mannen niet kunnen trouwen. Maar ik neem dat zelf als een korreltje zout gebeuren. Want het kan wel in de Bijbel staan. Maar in de Bijbel staat ook dat je niemand op deze wereld je vader mag noemen. En ik heb graag dat je mij medewerkers je vader noemt. En ik ben de heilige vader. Ja, wij katholieken, wij... die gewone bijbelpagina's, zoals je kan zo'n King James Bijbel kopen. En dat kost €7,95 en dat zijn toch al gauw 1200 blaadjes. Maar die zijn zo glad en daar kan ik mijn reet niet mee afvegen. Dus ik heb graag de King James en dan wel 1200 pagina's. En dan die dingen erin als gij zult geen mens op deze wereld uw vader noemen. Gij zult niet repetitief bidden en ook niet bidden voor beelden. En nog wel meer dingen. Die allemaal erop en dan ga ik mijn billen mee afvegen. Want dat doen ze. Dat noemt zichzelf een christen. En is het helemaal niet. En de christenen zijn onderling verdeeld. Ik weet helemaal niet waarom dat is. Hoe dat geconstateerd is. Door welke christen zit ruzie te maken met een andere christen? Nee, er zijn christenen die hebben ruzie met de katholieke kerk. Want die zeggen, van ja, katholieke kerk jongens, jullie zijn heel erg leuk katholiek, en algemeen betekent dat. En jullie hebben 500.000 man in Kroatië vermoord. En wij vinden dat niet leuk. Maar dat is geen ruzie. Dat is gewoon een uitspraak. Dat is gewoon een persoonlijke mening. En er moet een enquête komen. Maar welke wereldburger vindt het nou goed dat de katholieke kerk in Kroatië in 1941, 1943 met de Ustasje, die hebben 500.000 minimaal omgelegd. Ja, want de God van liefde, die houdt van iedereen. Dus ook als je een katholiek bent en je hebt er bovenop gestaan. En er waren 500.000, maar er waren 250.000 mannen. En die zijn tot een langzame dood gebracht. En die vrouwen, die hebben we nog lekker seks gegeven. En toen ook vermoord. En de God van liefde, die houdt van ons. Nee! Hoe kom je erbij? Smeerlap. Ja, maar dan zie ik er geen gat meer in, hoor. Als in de Bijbel staat dat je niet mag doden, dan ga ik wel een nieuwe Bijbel schrijven waarin het iets anders staat. Want doden, dat hoort erbij voor de vredesbevordering. Ja. Ja, want ik weet van Jehovah-getuigen en die hebben... En dat weet ik trouwens ook. Ik ken een gezin en die vader was Jehovah-getuige. Die moeder ook. En al de hele buurt dacht van, die zijn Jehovah-getuige, dus dat zal allemaal wel goed zijn. En die Bijbel van de Jehovah-getuige, dat is geen King James, hè. Echt niet, jongen. Smeerlappen. De Jehovah-getuigen, dat zijn geen christenen. Punt. Katholieken ook niet. En Pinkstergemeente lui met het spreken in tongen. Ja, you go. You go. Ik ken het toch allemaal. De Bijbel is het mooiste boek ooit geschreven. Alles zit erin.
En daar overheen lopen kachelen. En die vader is inmiddels dood. En dat is jammer. Ik had hem graag nog langer zien lijden. Ja, iedereen gaat dood. Ik ook een keer. En wat die klootzak heeft gedaan, man. Een eenheid onder christenen. Ik met die Jehovah-getuigen in een Ecclesias. Dan wil ik een honkbalknuppel met een spijker door de rein van 10 inch. En ik map hem voor zijn bek. Ik weet wat die lul heeft uitgevraagd. Die heeft zijn eigen dochter geneukt. En haar zus. Een smeerlap. En die noemt zichzelf een christen. Hij noemde zichzelf een christen. Want hij was Jehovah getuige. Dus hij mocht zijn eigen dochter neuken. Ja. Want er stond ook in het boek Lot. Nee, homo. Het boek van Sodom en Gomorra. Nee, dat verhaal van Lot. Dat was anders. Die dochters hadden Lot dronken gevoerd. En die hebben zichzelf zwanger laten maken door Lot. Dat was iets heel anders. Ja, maar daar werd ik wel geil van het verhaal. En toen dacht ik, nou, dan ga ik het zelf ook maar doen. Ja, het punt is, jij bent Lot niet. Dus waar haal je dat lef vandaan? En vandaag is het in de naam van de waarheid van het evangelie essentieel dat zij met elkaar worden verzoend. Ik wil geen verzoening met mensen zoals die Jehovah-getuige man. Want ik weet wat hij gedaan heeft. Ik heb geen seks gehad met zijn dochter. Echt niet. Maar wel heb ik alcohol gedronken met haar. En wiet gerookt. Muziek gedraaid. Uren geouwehoerd. Ook samen Bijbel gelezen. Ik mijn NBG-Bijbel en zij haar Jehovah's getuigenbijbel. En dan vergelijken. Wat ik erg mooi vond, is dat haar Bijbel... Die was helemaal volgekriebeld. Er zat overal streepjes onder gezet en een vraagteken erbij. Een lief iemand. Kapot gemaakt door de vader. Klotsen. En wil ik daarmee verzoend worden? Waarom? Hij heeft zijn eigen dochter verneukt. Daar was ik niet bij. Als ik er wel bij was geweest, had ik klap van zijn bek gekregen. Wat denk je wel niet? Seks hebben met je kind, omdat je in een machtssituatie zit? Jo, dat mag ook van de Bijbel. Nee, dat mag helemaal niet van de Bijbel. Je bent geen fucking christen, man. Rot op. Nou, hij is dood en dat is maar mooi ook. Nou, het grote probleem is, er gaat er eentje dood en dan komen er 10 voor terug. Allemaal seks hebben met hun kinderen en de boel verneuken. En dat noemt zichzelf een christen omdat het een Bijbel in huis heeft. Ja, gaat alweer. Een christelijke eenheid. Ik ga even door. Hier. Alle christenen uitnodigen. Even dat schuin, hè. Hier, dit. Die op vertrouwen is gebaseerd. Ja, vertrouwen in wat? Die lul. Die vader van... Ik weet hoe ze heet. Ik weet haar achternaam ook. En ze woont in Westervoort. En ze heeft 3 kinderen. Van 3 verschillende vaders. Ja, vind je het gek? Hij is verneukt door haar eigen vader. Vertrouwen? In die lul? Ja, hij is nou dood. Zijn lichaam is waarschijnlijk al voor 70% opgefroten door bacteriën.
Daar hebben we voorlopig geen last meer van. Behalve dat het gedachtegoed weer de kop opsteekt natuurlijk. Ja, ik heb een Bijbel in huis, dus ik hoor bij de christenen. Nee! Ja, je houdt je aan de 10 geboden. Punt 1. Geen seks voor het huwelijk. Niet vreemd gaan, niet fornikeren, niet begeren dat wat een ander is. Niet doden, geen beelden vereren. Moet ik ze alle 10 opdreunen? En dat is nog maar het begin. Dat is Exodus 20. Dat is Oude Testament. En moeten die verenigd worden? Ik zou niet weten waarom. Ja, kijk Perry, het is zo. Je hebt dus wat jij zegt, de Koning Jacobus Bijbel van 1611. Maar dat moeten mensen wel uitgelegd krijgen. Dat ze niet gaan denken dat als je iets doet wat een ander schade toebrengt, dat je dat moet vergoeden. Want, ik dus, ik spreek even vanuit de hemel, want ik ben nu dood. Ik ben de vader van die vrouw die jij kent. En ik heb haar, verneukt. Maar dat was voor het goede doel. En het doel, dat heiligt de middelen. Dus die keer dat die vriendin van jou thuis kwam en ik was haar oudere zus aan het neuken op de bank in de woonkamer, toen ben ik daar gewoon mee doorgegaan. Want ja, ik wil ook wel een beetje seks, hoor. Het is maar goed dat hij dood is. Als hij niet dood was geweest, dan had ik een opdracht gehad. Dan was ik bij hem langs gegaan met een honkbalknuppel. En een pot zoutzuur. Of zwavelzuur. Of als het niet te krijgen is, ja, dan maar een kanister diesel of zo. Wil ik daarmee verenigd zijn? Wil ik daarmee een beschaving opbouwen? Nee. Ik vertrouw die man niet. Ik wil er niks mee te maken hebben. En dan heb je dus dat ding, de ecumene. Je zegt eigenlijk ecumenische. Of ecumenische. Maar je zegt ecumenisch. Het is Grieks. Het betekent goede gemeenschap. Ik zou niet weten hoe ik in een goede gemeenschap kan zitten waarin zo'n vent zit als de vader van mijn vriendin. Ik weet wat die klootzak heeft uitgevroten. En een beetje heilig lopen doen. Ja, ik lees mijn Bijbel. Ja. En dan zegt hier de broeder Alois, herinnert eraan dat zowel de oprichters van de Wereldraad van Kerken, nou eindelijk wordt het uitgeschreven. Het is dus niet de Wereldraad, staat hier boven. Dat kan je lezen, Wereldraad. Maar het gaat over de Wereldraad van Kerken. En dat kan niet. Een kerk is niets meer als een gemeenschap, een ecclesias. Een commune, hoe zeggen we dat nou? Commune. Ja. Een e-commune betekent goede gemeenschap. Dat doe je toch zelf? Ik doe met mijn vriend Jörg Liesman Bijbel lezen. Vers voor vers. En ik weet nog een keer dat ik tegen Jurk zei van ja, ik wil het wel hebben over Matthäus vers huppeltje pup. En dat hij zei, dat is best, maar dan beginnen we bij vers 1. Dus hoofdstuk huppeltje pup, eerste vers. En ik wou het over het 13e vers hebben en Jurk zei, ja, dat is best, daar komen we vanzelf aan toe. Maar we beginnen bij vers 1, want anders snap je het hoofdstuk niet. Van het boek Matthäus.
Je hebt Matthäus, dat is een boek. Je hebt Marcus, dat is een boek. Je hebt Lucas, dat is een boek. En je hebt Johannes, dat is een boek. Dat zijn vier boeken. Dan kan jij je hele leven kan je daarop kouwen. En met jurk vorm ik een ecclesias. Ik ken Jurk zijn moeder. Die heb ik de hand geschud. Dat hondje, Lena heet ze denk ik. Hondje ken ik ook. Dus met Jurk, als ik, en dat doen we via internet, via Skype, vorm ik een ecclesias. Moet dat verenigd worden? Waarom? Ik weet dat Jurk ook een ecclesias heeft met Brett Norman en Tom Fresh. Dan gaan ze Bijbel lezen. Moet dat verenigd worden? Ik zou niet weten waarom. Jurk is geboren in Hamburg, dus die kan Duits. Hij kan ook Engels. Hij weet het een en ander van Frans. En net als ik heeft hij de vies woord hekel aan Frans. En hij kan Vlaams. Hij noemt dat Nederlands, maar dat mag voor mij. Daar moet ik altijd een beetje om lachen. Maar het is geen Nederlands, het is Vlaams. Dialect. Hele aardige man. Moet hij verenigd worden? Nee, ik zou niet weten waarom. En als je mij niet gelooft, dan gaan we kijken naar zijn kanaal. Jurk, dus O met een umlaut. Jurk. En dan Gliesman. Dat is met één S en twee N'en. Als ik het wel heb. Moet ik verenigd worden met Jurk? Nee, helemaal niet. Ik ben er ook fel op tegen. En dan staat hier in het schuin. Zij werden gedreven door het visioen van gemeenschap en broederschap tussen christenen met het oog op vrede op aarde te midden van het conflict dat de wereld had verscheurd. Dat woordje had kan er weg, denk ik wel. En dan Paus Franciscus komt met dit verlangen naar christelijke eenheid met zijn bezoek van vandaag nieuw leven inblazen. Want Jorge Mario Bergoglio die heeft erop toegezien. Hij had de macht om in te grijpen en hij heeft gekozen om niets te doen. Ja, dat levert een conflict op, hè? Want die Argentijnen, die vinden dat helemaal niet leuk. Je hebt een tante en die is naar de katholieke kerk gegaan. Die is daar non geworden. Die ging werken in de buitenwijken van Buenos Aires. Tussen de arme mensen. En die is opgepakt. Die hebben ze verkracht. Die hebben ze in elkaar geslagen. Die hebben ze van alles mee gedaan. En toen hebben ze... Ja, niet heelal geslacht. Maar wel geslacht. Je moet het maar op je geweten hebben. En wil ik in een ecclesias zijn? Een kerk is dat, hè? Een gemeente? Een samenkomst? Met zo'n vent, zoals, die is nou dood, dat kan dus niet meer, maar die heeft dus mijn vriendin. Dat is een lekker ding hoor, een heerlijk meisje, vrouw, echt mooi, mooie ogen. Die heeft hij geneukt. Ik met hem in een ecclesias?
Ja? Ik geef je 20 seconden. Wat denk je nou? Nee, natuurlijk niet. Er staat dan hier, broeder Alois herinnert eraan dat zowel de oprichters van de Wereldraad van Kerken, ja, dat is de antichrist. Dus, broeder Alois herinnert eraan dat Babylon en nieuwe vormen van Babylon in Bourgondia bewogen werden door hetzelfde ideaal en verlangen naar christelijke eenheid. Nou, dat gaat die homo, in de slechte zin van het woord, die mijn vriendin heeft geneukt en ook nog heeft laten neuken. Nee, want dat was hem niet genoeg. Hij stak zijn pik in het kind van hem, maar oom Gerard en oom Henk die mochten er ook overheen. Dat heet onthechting op zijn boeddhistisch. Hey, ik ben er niet aan gehecht dat ik de enige ben die mijn kind neukt. Dat mag broeder Gerard, mag dat ook. Want ik ben onthecht en dat is pre-christelijk, want dat is dat ik er helemaal niet om geef. En nu ben ik dood. Mooi zo. Want als je niet dood was geweest, klootzak, en ik weet je voornaam ook, hè. Wat denk je wel niet? Smeerlap. En paus Franciscus die komt dit verlangen naar christelijke eenheid, waarmee paus Franciscus bedoelt dat wij niet moeilijk doen over vaders die hun kinderen neuken. Dat hoort er allemaal bij. Het is misschien zonde, maar zonde worden je vergeven. Het gaat om de eenheid van de christenen. Ja, dat kan ik goed begrijpen. Ja. Want een christen is per definitie een anarchist. Ja, maar Perry, wat vertel je me nou? In het Oude Testament, daar wordt er gesproken over koningen. En dan heb je koning Saul, en dan heb je koning David, en dan heb je koning Salomo. En dat was toch goed? Dan stel ik voor dat jij als eerste een bibliotheekkaart aanschaft. En dan ga je Nijntje naar het donkere bomenbos. Het is wel heel eng hoor, Nijntje en het donkere bomenbos. Een Nijntje die ken je wel, dat is dat witte konijntje en dat is heel onschuldig en het gaat het donkere bomenbos in. En er staan ook geen letters onder, dat is heel makkelijk voor jullie. Het zijn alleen maar beelden. Hè? En verzin dan hoe het verhaal zit. Ga daarmee beginnen. En als je Nijntje naar het donkere bomenbos, als je die uit hebt, dan ga je doen, Nijntje gaat naar het zwembad. Dan heb je die hele fraaie, Nijntje komt een vosje tegen. Die is eng hoor, die is heel eng. En dan ga jij het boek Samuel lezen. Heb je dat goed begrepen? Al de geoude hoeren van mensen die zeggen, ja ik vind de Bijbel helemaal niks, want ik heb hem ook nooit gelezen om die reden, want ik wist dat het niks was. Ha! Nou, hoe stom kan je zijn? The Lord of the Rings, dat boek heb ik proberen te lezen en dat is niet te doen. Alle respect voor J.R. Tolkien, maar die taal die klopt niet. Laat maar zitten. Maar die film was wel aardig. Een aardige film. Mooie CGI. Computer graphics images. Echt wel mooi gemaakt hoor. En er zijn mensen die zeggen, ja, ik heb ervoor gehoord van Lord of the Rings. Nou, volgens mij lijkt het me niks. Dus dat ga ik niet kijken. Behalve dat iedereen naar Lord of the Rings gaat kijken, want dan heb je van die mooie vechtscènes. En allemaal kabommen en granaten. Ja, maar in de Bijbel staat dat ze ongelovigen, dus de infidels, die mensen die niet van het volk Gods waren, dat die zijn afgeslacht. En dat vind ik een erg eng idee, dus ik kijk liever naar Lord of the Rings. Ja.
precies. Of Nijntje in het bos. Nijntje naar het zwembad is ook heel erg eng, hoor. Kan een konijntje wel zwemmen? Ja. En de mensen die dan zeggen, ja, de Bijbel, daar heb ik zulke verhalen over gehoord. Nee, dat ga ik niet lezen. Nou, oké, dan ga je maar lekker achter de paus aanlopen. Hè? En de paus is het volledig eens met die vader van mijn vriendin. En die heeft zijn dochter en haar zus. En de rest waarschijnlijk ook in de dinges geneukt. Dan doe je dat maar. Dan staat hier, zij werden. Zij is dan broeder Alois en die oprichters van de Wereldraad van Kerken. Nou, dat was mijn idee ook helemaal niet nodig. Ik vind het best dat je een Wereldraad van Kerken gaat stichten. Maar wat kost het en wat levert het je op als deelnemer? Ik heb Jurk gecontacteerd. Dit is het Vlaams, hè? Ik heb Jurk gecontacteerd over Skype. Met een probleem dat ik had over Numeri, het boek Numeri. Want dat is heftig. Toen heeft Jurk tegen mij teruggeskyped van homo, het staat toch in de Bijbel? Begrijp je dat niet? Moet ik het uitleggen? En toen heb ik aan Jurk heel vriendelijk gevraagd van ja, zou je het willen doen? En dat moet verenigd worden? Waarom? Ik kan toch zelf mijn Skype opstarten en tegen Jurk zeggen van hey Jurk, ik snap iets niet en ik heb heisa met een infidel. Een ongelovige. En die zit te zeiken. Met een Z. Over Numeri 31. En toen zei Jurk van oké. Dan leg ik het wel uit. Dan moet ik daar een Wereldraad van Kerken voor hebben. Helemaal niet. Dat kost alleen maar geld. Al die mensen die werken voor de Wereldraad van Kerken. Ja, ga afwassen. Ga de straat vegen. Laat zien in jouw gedrag dat jij de Bijbel begrijpt. En laat mij met rust. En ga niet allemaal mensen in mijn omgeving, zoals mijn vriendin, een beetje lopen neuken. En zo'n beschadigd mens, dat mag bij mij op bezoek, want iedereen mag hier bij mij op bezoek, tenzij je je misdraagt en dan kom je er niet meer in. En dan ik voor dat kind zorgen. Zijn kind. En ik respect hebben voor die organisatie. Nee, wat denk je wel niet? Dat ik alles over mijn kant laat gaan. Dat ik niet een keertje gefrustreerd mag zijn. En de wens mag uiten dat jij, de vader van mijn vriendin, dat jij nog in leven was. En dan kon ik er nog wat aan doen. Wel zoutzuur in je linkeroor en nu vertellen hoe vaak je dat kind verkracht hebt. En anders krijg je zoutzuur in je rechteroor. Ik wil even weten hoe het zat. En een camera erbij. Voor de kleinkinderen. Want die heeft hij ook, hè? Ik ben niet boos. Ik zit te wachten op een opdracht van mijn vader. Die tegen mij zegt via de sms van... kill the mofo's. Het maakt me niet uit wie... Maar meer dan één. Zo is het toch? Of niet? Ja.
En dan heeft hij dus ook een pelgrimage, een pelgrimage. Een pelgrimage. Jeetje, wat leuk. Dus die Jorge Mario Bergoglio, die erop toegezien heeft hoe 105 van zijn medewerkers zijn verkracht, zijn gemarteld, zijn gedood, die gaat op wereldreis. Mooi zo. Van zijn eigen geld, mag ik al hopen. Nee, maar de paus heeft geen geld. Die wil jouw geld. Ja, mooi zo. Als ik hem nou dood maak, heeft hij geen geld meer nodig, hè? Dan zijn we gelijk af van die pelgrimages. En je moet helemaal geen pelgrimage doen, want dat slaat nergens op. Dat is heidens. Ja, het is moeilijk. Het is echt heel erg lastig voor ons om te begrijpen dat die antichrist, dat die duidelijk geworden is met de komst van de Christ. En Christus, de gezalfde, dat was iemand en die was net als Boeddha onthecht. Maar anders dan Boeddha was hij een mean mofo. Boeddha was een pussy. Daarmee wel lief. Boeddha heeft naar mijn oordeel niks fout gedaan. Ik ken al die verhalen van Boeddha. Siddhartha de Boeddha of Gautama de Boeddha, hoe je hem maar wil noemen. Hij heeft niet echt iets fouts gedaan. Maar het was wel een poesie. Ja. Die dood van Boeddha, denk je, ja, dat kan ook. De dood van Christus, dat is wat anders. Hè. En een pelgrimage, ja, waarom doe je dat? Waarom? Ja, want ik ben Jorge Mario Bergoglio en ik heb erop toegekeken hoe 105 van mijn medewerkers... Oh, en dat was maar een kleintje hoor, want behalve mijn medewerkers, dat waren er 105... maar van de gewone burgerbevolking, 30.000, dat heet de Vuile Oorlog... maar dat was geen vuile oorlog, het was een vredesveroorzakende beweging en die mensen moesten weg... Dat hebben we ook bij Joegoslavië daar gedaan. Eerst die Kroaten afgemoord en daarna hebben we die Serviërs gepakt. Want die waren niet van onze kerk. Ja. Nou, meneer Franciscus de Eerste, Jorge Mario Bergoglio. Vrees voor je leven. De laatste oproep, meneer Jorge Mario Bergoglio. Last call. En ga je door in je idioterie. En een beetje zeggen, ja, maar als een priester van ons een klein jongetje de anus oprekt, dan moet je ook de positieve kant van inzien. Ja, het punt is, hoe kan je nou een jongetje van 8 à 10 à 12, doordat je je penis in de anus stopt, dat je dat jongetje beter maakt? Het lijkt mij idolaterie. Of niet? Ja, maar nu doe je heel moeilijk, Perry. Nee, ik doe helemaal niet moeilijk. Je krijgt de woede over je heen. En daar ga jij... gewoon klappen in... Je gaat klappen krijgen. Nee, want ik heb beveiligingsambtenaren en die staan allemaal om me heen. En dat zijn hele grote jongens. En dat is de Zwitserse garde. En die houden mij wel veilig. Oh, ja, ja. Ja, totdat mensen erachter komen wat voor een klootzak Paus Franciscus is. En dan niet 100 mensen die erachter komen, niet 1000 mensen die erachter komen, niet 10.000 mensen die erachter komen, niet 100.000 mensen die erachter komen, nee, 10 miljoen. Wat denk je dan, Paus Franciscus en broeder Alois? Want jullie zijn ons geld verschuldigd. En niet zo'n klein beetje ook.
Je gaat maar in je blote kont over straat en dan verkopen we jouw laatste onderbroek. Voor 50 cent aan een dakloze. En dan mag jij met je blote piemel over straat. Wat denk je wel niet? Dat je in mag gaan tegen de Bijbel? Ja, maar nu doe je net alsof er een waarheid is. Nee, er is helemaal geen waarheid. Er is de waarheid van Perry Winkle. Dat is de waarheid. En die waarheid die luidt, je hebt respect te hebben voor het woord van God. En je blijft met je tengels van andere mensen af. Ja, maar we mogen toch wel een beetje napalm gooien op Vietnam? Want dat is toch de vrijheid van meningsuiting? Mijn punt is dat als jij napalm gooit op Vietnam, dan kunnen daar allerlei mensen aan sterven. En die doden komen op jouw rekening aan momenteel 1 miljoen euro per persoon. Dus kom erop met die poen. En als je geen poen hebt, dan gooien we jou op de barbecue. Ja, maar dat mag niet, want dat is kannibalisme. Nee. We doen jou op de barbecue en we voeren je aan de honden. Huh? En die eten als eerste je darmen op, natuurlijk. Kijk, als de paus grof mag zijn, dan mag ik dat ook. Ja, maar we gaan je arresteren en dan gaan we jou in de gevangenis stoppen en dan gaan we jou martelen. Nou, dat moet je vooral doen. Homo. Waar haal je het lef vandaan om te dom te zijn voor het woord van God? Kortom, om te dom te zijn voor woorden. Wij krijgen geld van die katholieken. Dus ook van Jorge Mario Bergoglio. En dan kan die klootzak, want dat is het hè. Hij heeft zijn ballen tussen zijn benen hangen en doet een beetje ha 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 ha. Nou, hij heeft waarschijnlijk niks. Maar hij heeft wel twee nieren. Wat levert een nier op? We kunnen hem ontvoeren of broeder Alois of zo. Gewoon ontvoeren. En dan losgeld vragen. En dan net als bij die katholieke filmdinges. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Je doet alsof je hem nog in leven hebt, maar hij is al lang dood. En dan krijg je die poen binnen en zij krijgen dat kadaver. En dan zeggen wij, ja, het was een ongelukje. Mooi zo, dan zijn we er vanaf. En dan lees ik weer even voor. Hoe kunnen de verschillen een wederzijdse verrijking betekenen? En hoe, dat staat met een hoofdletter H, ik weet ook niet waarom. En hoe kan het respect voor een gezonde diversiteit de dynamiek van het streven naar eenheid toch niet aantasten? Zo. Hoe kunnen de verschillen een wederzijdse verrijking betekenen? En hoe kan het respect van mensen die hun kinderen niet neuken, met of voor mensen die dat wel doen, een dynamiek geven van het streven naar eenheid? Ah.
En mensen die kinderen neuken, die mogen dood. Klaar. Die zijn dood. Dat doe je niet. In het boek Lot, nee, het boek waarin Lot genoemd wordt, dat gaat het verhaal van Sodom en Gomorra. Daar heb je die kinderen, die twee dochters, en die hebben die vader dronken gevoerd. En toen hebben ze, die dochters, zichzelf laten bevruchten door die dronken vader. Ja, die moet je even begrijpen. Dat is niet voor kleine kinderen. Als je met je kleine kind de Bijbel gaat lezen, dan doen wij Genesis, het eerste boek van het Oude Testament, en Matthäus, het eerste boek van het Nieuwe Testament. En het verhaal van Sodom en Gomorra, dat laat je even liggen. Dat is voor boven de 16, zo, 18. Dus Lot heeft niet zijn kinderen geneukt. Hij was dronken. Dronken gevoerd. Nou, dat, even kijken. Dan broeder Alois, die mag van mij weg. Het is echt geen enkel probleem aan een wereld zonder broeder de leugenaar. Broeder Alois is de broeder die weet dat Jorge Mario Bergoglio, die heeft erop toegezien dat er 105 priesters, waaronder vrouwen, namelijk 5, vermoord werden en 30.000 andere Argentijnen. Dus daar is broeder Alois van. En hij weet ervan. Broeder Alois benadrukt nog dat deze ontmoeting van vandaag, christenen, die zin klopt niet. Kijk op. Broeder Alois benadrukt nog dat deze ontmoeting van vandaag, christenen, in een wereld waar populisme en nationalisme steeds sterker de overhand hebben, de kans geeft. In deze ontmoeting van vandaag christenen de kans geeft om aan de wereld duidelijk te maken dat wij elkaar over alle grenzen heen nodig hebben. Wat voor christenen? Die vader van mijn vriendin? Die zijn dochter neukte? En liet neuken door oom Gerard en oom Peter? Die vrouw heeft tegen mij verteld dat zij in eerste instantie erg bang was. Want er werden in die ritualen, of rituelen, weet ik veel, de tegenwoordigheid, midden in de nacht, dan mocht ze mee met papa naar een kelder. En dan gingen ze kinderen choppen. Maar dan wel sexy, hè? Ze wel sexy choppen. En die kinderen krijsen, jongen. Ja, de volgende dag mocht mijn vriendin weer naar school. Dus dan is er niks aan de hand, toch? Zij had het overleefd. En ze dacht in die tijd, dat vertelde ze mij, hè? Want ja, ik moet ervoor zorgen dat ik minimaal 16 word, want anders ben ik de lul. Nou, dat hebben ze ook opgelost. Dat zei op een nacht, om 3 uur 's nachts, 1 uur 's nachts of zo. En toen werd er een adolescent naar binnen gevoerd. Een jongen van een jaar of 18. En toen dacht mijn vriendin, oh kut. Ik ben niet eens veilig. En wil ik een vereniging met die lui? Nee, helemaal niet. Ben jij maf? Waarom?
Ja, maar je moet respect hebben voor mannen die graag seks hebben met jongere mensen. En het kunnen ook hun eigen kinderen zijn vanaf het Mohammedaanse, ja, katholiek is dat het eigenlijk, hè? Mohammedanisme is katholicisme. En ja, vanaf het zesde jaar, en dan met negen ga je er lekker wild op. Hey, jullie zijn smeerlappen. Prachtig, hè? En dan staat het laatste. Onze gemeenschap wil christenen ook buiten de gebedsweek voor de eenheid van de christenen blijven uitnodigen. Om nog andere gelegenheden te vinden om samen te bidden en samen te leven. Ja. Punt 1. Bidden is helemaal niet belangrijk. Bidden is tijdverspilling. En je mag van mij een kwartier per dag gaan bidden of een uur. Dat moet je zelf weten. Het blijft tijdverspilling. Maar waarom zou jij tegen God zeggen, hier ben ik? Want dat doe je als je bidt. Dan ga je naar God toe. Dat doe je via Christus Jezus. Erg belangrijk. Dat zal ik dan de volgende keer nog uit gaan leggen waarom dat zo belangrijk is. Niet direct contact zoeken met God. Dat is angstaanjagend. En samen bidden, dat slaat nergens op. En samen te leven, dat slaat ook nergens op. Want die vader van mijn kind, of mijn kind zou kunnen zeggen, het had mijn dochter kunnen zijn. Oh, wat een lekker ding. En die man die heeft zijn penis gestoken in haar vagina. Is dat leven? Nee, ik denk het niet. Niet volgens de Bijbel. Ja, maar Perry, nu ga je mij vertellen dat ik, dus als ik dadelijk vader ben, dat ik wel seksueel opgewonden kan worden van mijn kind, maar ik mag er niet mijn penis in steken. Nee, dat zeg ik niet. Hoezo seksueel opgewonden van je kind? Wat voor smeerlap ben je? En die vader die dat gedaan heeft, die ligt nou ergens, zijn lichaam, zijn kadaver. Ja, dat zal ergens onder een mooi graf liggen met een steen erop. En hier ligt Pieter Lambrechtse. Ik zeg maar een naam, want ik kan die echte naam niet gaan vertellen. Maar die weet ik wel. Ik weet precies wie het is. Maar hij is dood, dus ja. Maar je hebt zo'n kadaver. Ik zou zeggen, het ligt eraan wanneer je dat kadaver hebt. Als je dat kadaver hebt in de herfst, invriezen. Flikker hem in de vriezer. Dan stinkt dat niet. Min 20 graden Celsius. Wat kost dat nou? Iets van 40 watt of zo. Ja, en dan als het voorjaar begint, dan komen de vliegen. En dan dat vlees eruit laten rotten. En dan die vliegen erop, die komen vanzelf hoor, die vliegen. Die gaan maden maken. En die maden die zijn redelijk schoon. Dus die kan je voeren aan de kippen. Dan laat je zo'n kadaver helemaal leeggraven. En die botten breken ook nog. Want in het bot van een mens zonder meer, maar ook in dieren. De binnenkant, daar zit dat merg in. Die botten moet je breken en laten rotten. En dan komen die vliegen erop af en die maden erin. En die kruipen naar buiten, want die willen denken aan een vliegend bestaan. En waar wachten dan
de personen op de maden die naar buiten komen kruipen? Ik zou zeggen kippen en vissen. Dan heb je nog wat aan zo'n mens. Dan heb je een maaltijd voor meerdere personen, hoor. Ja, en hoe ga je die vis klaarmaken? Hoe ga je die kip klaarmaken? Kijk op internet. Vreet hem op. Geen medelijden met mensen die tegen het woord van de Heer ingaan. Ja, maar Perry, nu doe jij alsof moraliteit alles is. Ja, inderdaad. Geen probleem, mijn lieve kinderen. En dat ze zitten te zeiken over de eenheid van christenen, ja, dat begrijp ik wel. Want een christen is anarchist. Dat is per definitie geen eenheid. Want je bent anarchist. Als een christen zegt, ja, ik stem elk jaar PvdA, en dan mag ik stemmen voor de gemeenteraad. En ik mag stemmen voor de Provinciale Staten. En ik mag stemmen voor de Eerste Kamer. En ik mag stemmen voor de Tweede Kamer. En ik mag stemmen voor de Europese Unie. En daar ben ik druk mee bezig. Ik vorm een eenheid, want ik ben van het CDA. Maar je bent helemaal niks. Je bent te stom voor het woord van God. Je leest je Bijbel, je begrijpt wat erin staat en je gedraagt je erna uit vrezen voor de Heere Heere. Voor de enige die, dat staat in de Bijbel, daar kan je filosofisch nog eventjes over gaan discussiëren of dat waar is. Maar daar staat, want er zijn entiteiten om je heen en die kunnen jouw lichaam doden. Maar dat is geen gevaar. Er is een entiteit, een aanwezigheid, en die kan niet alleen je lichaam doden, maar ook je ziel. En daar heb je vrezen voor te hebben. Goed begrepen allemaal. Wat een mooie donderpreek was dit, vond je niet? Goed gelukt. Over katholieken kan je eeuwig blijven zeiken. Want ze hebben onze kinderen verneukt en ze doen het van dag tot dag. En jij als ouder hebt alle recht om in opstand te komen. Op zijn hamburgers zag ik tjus en dag lieverds.